Dit is de samenvatting beloofd, die komt er nu aan. Dit is Cels. Dat lijkt me op het gemakje starten, maar dat is maar schijn. Ze maakt een hoger tempo dan Talita de Jong en een ploeggenote van haar, Manon Bakker, die in het begin het achtervolgingswerk voor hun rekening nemen. Dan komt Van Looy met Alvarado, die als een schaduw de grote Van Looy volgt. Ook Van Looy zit overigens in de volgende aflevering prominent in DNA Nijs. Die pakken gewoon over van het Nederlandse koppel. Van Looy daar goed in deze zone. Wil het verschil met de snel gestarte Cels beperken in de wetenschap dat ze met haar hogere snelheid in de slotfase wellicht nog wat kan terugdoen. Dan komt de betere fase van Talita de Jong. Die knijpt er zomaar eventjes een seconde of 4-5 van af. En dan komt er een probleem voor Manon Bakker die daardoor eigenlijk niet meer kan schakelen en een goede eindnotering kan vergeten. Betsema is op komst en zij moet binnen. Verheestraat trekt even de neus op. Joyce van der Beke weet, ik krijg je nog wel te pakken. Maar het gaat om de strijd voor de overwinning. Cels is dan nog altijd op kop, wees gerust. Die rijdt in het groen nog altijd een eind voor deze uit. Maar we krijgen hierdoor de comeback van Talita de Jong een drieluik in de achtervolging. Zij behoudt nog altijd een voorsprong van 20 seconden en beseft dan dat ondanks het wat trager werk op het vlakke, dat ze technisch meer begaafd is dan deze drie. Ik zal niet zeggen deze drie samen, maar dat Talita de Jong daar wat minder goed uitkomt uit die mountainbike zone. En dan redt ze het helemaal, dus van beide start weg en goed voor winst. Dikke tevredenheid bij de oud-wereldkampioenen, bij de Jong. Alvarado zal hier ook kunnen meeleven met een derde plekje. Ze heeft zich voor suf gereden en Ellen van Looy, die is vierde. Come on.